Voorzitter, we praten hier vandaag over de wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022. Een wet die pas op 28 april naar de Kamer is gestuurd, terwijl het pakket er al begin maart lag. Dat is natuurlijk verschrikkelijk traag, maar dat het pakket hier uiteindelijk in de wet ligt is goed, want de prijsstijgingen denderen door. Voorzitter, je kunt eigenlijk zeggen dat het effect van dit pakket al door de realiteit is ingehaald. En dat is ook niet zo gek met een gemiddelde inflatie van 8,7% per jaar volgens de Nederlandse Bank. Steeds meer mensen kunnen hun energierekening en hun boodschappen niet meer betalen. Brandstof is nog nooit zo duur geweest. Een liter benzine voor meer dan €2,50 is natuurlijk niet normaal. Zeker niet als je met je auto naar je werk moet. En dat is voor veel mensen blijkbaar hier moeilijk voor te stellen. Maar driekwart van Nederland heeft dat probleem wel. Het CPB geeft aan dat 1,2 miljoen huishoudens in de financiële problemen raken. En natuurlijk biedt dit pakket enige verlichting. Maar het is een druppel op de gloeiende plaat. Helemaal als de Nederlandse Bank becijfert dat in 2023 een inflatie van 3,9% wordt verwacht en in 2024 nog eens 2,4%. Daarom de volgende vraag aan de staatssecretaris. Vindt het kabinet zelf dat dit pakket voldoende koopkrachtsteun biedt aan de Nederlandse huishoudens? En voorzitter, ook ondernemers worden keihard getroffen. BVNL hoort van ondernemers dat het voor velen niet meer rendabel is om nog te ondernemen, nu de energie- en brandstofprijzen zo hoog zijn. Voor sommigen is het zelfs voordeliger om de productie drastisch te verminderen of zelfs helemaal te stoppen. En na 2 jaar disproportionele coronamaatregelen kunnen ondernemers deze last er echt niet meer bij hebben. Dus ook hier de vraag, vindt het kabinet dat zij voldoende steun biedt aan ondernemers? En wat gaan we doen om de faillissementsgolf te voorkomen? En wat gaan we doen om de exodus van bedrijven te stoppen? Wat BVNL betreft moet het kabinet veel meer doen om het ondernemersklimaat te verbeteren. Voorzitter, zoals ik al eerder aangaf, staan de brandstofprijzen op recordhoogtes ondanks de accijnsverlaging. Europese regelgeving geeft aan dat accijnzen niet onder een bepaald niveau mogen komen. En we hebben dat niveau nog lang niet bereikt en we hebben nog steeds exorbitante belastingen op benzine en diesel. We betalen 65 cent accijns voor iedere liter benzine en het minimumtarief is 35,9 cent. Een tarief dat steeds meer landen tijdelijk hanteren. En het verschil met Duitsland, waar je voor rond de €2 kunt tanken, is intussen zo groot, ik zei het net al eerder, dat je bijna vanuit Den Haag naar Duitsland kunt rijden om te tanken en nog steeds goedkoper uit bent. Kan de staatssecretaris aangeven of hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken? En wil de staatssecretaris ook kijken naar een btw-verlaging op brandstof? En de btw op de energierekening wordt verlaagd, dus waarom geldt dat ook niet aan de pomp? En zou het, en daar hebben we net kort over van gedachten gewisseld met meneer Van Baarle van Denk, zou het niet verstandig zijn om de brandstofaccijnzen in elk geval te harmoniseren met onze buurlanden, zodat je die grote verschillen niet hebt? Voorzitter, wat BVNL betreft kan er ook meer gedaan worden aan het verlagen van de energiekosten. Ten eerste het btw-tarief op energie, dat nu van 21% naar 9% gaat. Dat levert ongeveer €120 op voor een half jaar. En voor sommige huishoudens is dat niet eens genoeg om de extra kosten voor een enkele maand te dekken. Een verlaging van het btw-tarief naar 5% biedt weer wat extra verlichting. Dus waarom niet gewoon een snelle verlaging naar 5%? En waarom is het btw-percentage op energie 21%, terwijl het hier eigenlijk gaat om een primaire levensbehoefte? Daarnaast duurt het ontkoppelen van stadsverwarming van de gasprijs veel te lang. Dus echt bureaucratie ten top. En graag hoor ik van de staatssecretaris wat hij hier aan gaat doen. Voorzitter, in de memorie van toelichting sloeg ik op een bepaalde zin aan, namelijk dat de overheid niet al te veel mogelijkheden heeft om de stijging van de energieprijzen te dempen. Ik heb net namens BVNL een aantal mogelijkheden aangegeven, maar er is nog een optie waar BVNL al heel vaak het kabinet op wijst. Ik heb het gisteren ook weer tegen de heer Rutte gezegd. In Groningen ligt het grootste gasveld van Europa. En het kabinet doet alsof het niet bestaat. Het is een groot probleem, maar technisch is daar geen enkel probleem. Afgelopen week gaf TNO een technische briefing aan de commissie EZK over de verschillende opties ter vervanging van bijvoorbeeld Russisch gas. En de keuze die hierbij gemaakt wordt is uitermate relevant voor onze koopkracht. We gaan overschakelen van Gronings gas naar LNG. En TNO gaf het verschil in kosten aan tussen een kubieke meter LNG en een kubieke meter gas uit Groningen. En dat verschil, voorzitter, is schokkend. Een kuub gas uit Groningen kost 5 cent. Een kuub gas LNG, liquid natural gas, kost 1 euro. Dat is 20 keer zoveel. En dat komt helemaal niet voor het voetlicht. Niemand begrijpt of niemand weet dat. Maar dit wordt een enorme aanslag op de energierekening van de burger en de ondernemingen. Dat is misschien een ongemakkelijke waarheid, maar
Het is technisch mogelijk om dat veilig allemaal te doen, dus we kunnen niet meer om het Groningse gas heen. Als we op een veilige manier in Groningen gas kunnen blijven winnen, dan kan dat natuurlijk de koopkracht van de Nederlanders verbeteren. En daarbij houden we natuurlijk rekening met de Groningers door ze royaal te compenseren en proactief te werk te gaan. Je kan allerlei dingen toepassen zoals waterinjectie, stikstofinjectie, CO2-injectie. Voor de mensen die geloven dat we van CO2 en stikstof af moeten, hebben we dan nog een soort win-win situatie gecreëerd. Het is technisch mogelijk, er is alleen politieke moed voor nodig. Technisch en financieel staan alle scènes op groen, alleen het kabinet staat nog heel erg op rood. Een aantal vragen aan de staatssecretaris nog. Is de staatssecretaris het met BVNL eens dat het Gronings gas technisch veilig geproduceerd kan worden en daarmee kan bijdragen aan de koopkracht van de Nederlanders? En is het kabinet bereid om serieus te kijken naar continuering van de productie van het Groninger gasveld? En kan de staatssecretaris aangeven of een verdere verlaging van de accijns op brandstof en btw op energie met deze opbrengsten gefinancierd kunnen worden? En dan heb ik nog niet eens gehad over de mogelijkheid die de kolencentrales ons bieden als de productiecapaciteit niet wordt beperkt tot de arbitraire 35% waarop ze nu draaien. Ook hier de vraag of het kabinet serieus wil overwegen om deze decadente productiebeperking op te heffen. Voorzitter, tot slot. Het gaat hier in deze wetswijziging om een aantal tijdelijke maatregelen die per 2023 weer zullen verdwijnen. Ik vraag me af of de situatie dan nog beter is en een verhoging naar het oude niveau door huishoudens en ondernemers gedragen kan worden. Ik ben ook benieuwd wat de scenario's zijn van de staatssecretaris. En bij welke prijsniveaus vindt de staatssecretaris het gerechtvaardigd om de maatregelen te verlengen? En ik hoop dat daarbij rekening wordt gehouden met de voorspelde blijvend hoge inflatie in 2023. Wat BVNL betreft verlagen we de tarieven, accijns en belasting namelijk gewoon permanent in het belang van Nederland. Dank u wel, voorzitter.